Ja, zondag 7 februari 2021 in sneeuwstorm in deze regio. Even een wandeling maken. Het is stil op straat, uiteraard op deze zondagochtend. We waren voorbereid en uiteraard gewaarschuwd door de meteorologische diensten. Die nu toch met deze sneeuwval anders uit de verf komt, zo te zeggen. En de engel die stil moet dragen, over Dedemsvaart waakt en de plek waar de stichter Baron van Dedem wordt gedacht. Ondanks de extreme weersomstandigheden moeten uiteraard de winkels bevoorraad worden, zoals de bakkerij Faber, die supermarkt bevoorraad met brood, dagelijks brood, dat we nodig hebben. Mart van Dedemsvaart. Zo gaat dat natuurlijk behoorlijk snel. Ja, de gemeente Goudenberg zet groot materieel in om de wegen te maken, zoals hier in Dedemsvaart. Dan sta ik hier in het centrum, terwijl auto's het ook niet makkelijk hebben, in dit geval. Kinderen met sleeën. Blaast de sneeuw alle kanten op. Nou, lukt het een beetje met de fiets? Ja, het is prima te doen. Ja, even goed. De eenzame fietser. In Dedemsvaart uiteraard. En nu met de auto, dat gaat ook redelijk zo te zien. Als je maar voorzichtig aandoet. Geen ijs de komende dagen, wordt strenge vorst verwacht, weliswaar met de coronaregels in acht genomen. Op dit moment is het sneeuwpret, sneeuwballen gooien, met slee eventueel, maar op dit moment zie ik
weinig jonge kinderen in de sneeuw aan het spelen. Dat wel. Nogmaals, het is vrij rustig. Het is ook nog relatief vroeg voor een zondagochtend. Vogels zoeken beschuttingen en maken hun vedervacht extra dik om de warmte te kunnen behalen. Ja, toch wat kinderen op een slee. Dus genieten. Ja, loopt u maar hoor. Ja. Hoe meer mensen in beeld, hoe beter. Reageren de honden op dat soort weeromstandigheden? Ja? Ze vinden het wel leuk. Oké, dag. Ja, sneeuwruimen hoort er ook bij. Hondje uitlaten. We zijn op bepaalde plekken, zeg maar 20 centimeter sneeuw gemeten. Ik kom er met moeite door. Het is wel vrij extreem. Sneeuwduinen heet dat, geloof ik, in ontwikkeling. Voor vele mensen, met name jonge mensen, is het natuurlijk een bijzondere beleving. De ouderen zullen dat wel eens meegemaakt. Dat is waar. Ook al enkele jaren geleden. Maar we lopen lekker door. Het is praktisch niet te bereiden als je met de fiets zou komen. Of met de auto is het ook lastig zonder sneeuwbanden. Nogmaals, het ligt er allemaal maagdelijk wit bij.